The subject of today's session is, I think, one of the best known of the biblical holy days. En de sessie van vanavond zal gaan over een dag, zeg maar, die het beste bekend is van de hoge Bijbelse feestdagen. And of course, once again, I am deliberately describing it as a biblical holy day. Not simply as a Jewish holiday, although of course it is. En Rabbi Chaim zal het niet uitleggen als alleen maar een Joodse feestdag, maar als een Bijbelse feestdag. Het is natuurlijk beide. Because of course, while it is a Jewish holiday, it undoubtedly has crucially important messages for all those who believe in the Bible. Want hoewel het natuurlijk een Joodse feestdag is, heeft het natuurlijk een belangrijke betekenis voor de hele Bijbel, dus eigenlijk ook voor ons. Recognizing that this holiday, that Yom Kippur, is indeed a holiday, then, that everyone who believes in the Bible should see as having something to teach, we embark upon trying to understand what we can learn from it. En wij zullen vanavond gaan ontdekken dat Yom Kippur, Grote Verzoendag, een hele belangrijke dag is. En die ook ons zeker iets te zeggen heeft. En we gaan vanavond naar kijken wat we kunnen leren. And of course, the truth is that with respect to Yom Kippur, there is a very obvious aspect of the observance. It is admittedly obligatory only to Israel, but something that I think everyone is very much aware as part of the observance of Yom Kippur. En zoals iedereen wel weet, is Yom Kippur een hele belangrijke dag. En iedereen is er ook heel erg mee, bewust mee bezig. En dat zal niet alleen voor het volk Israël gelden, maar ook voor ons dus. En wat wij daarvan kunnen leren, daar gaan we ons vanavond mee bezighouden. And while this aspect of the observance is very well known, I think it is very mysterious. Certainly, it will demand of us an awful lot of effort to try to figure out what is it teaching us. En omdat iedereen ermee bezig is en heel erg bewust is van deze dag, is het ook een mysterieuze dag of een mysterieuze dag wat betreft betekenis. En toch proberen we daar vanavond naar te kijken en daarbij stil te staan. What aspect? Maar welk aspect is dan heel belangrijk? Well, let's look at the text now. The first passage in the Torah that explicitly discusses this holy day, Leviticus chapter 16. En de eerste dag waar, of de eerste hoofdstuk waar op Yom Kippur of Grote Verzoendag heel erg uitgebreid beschreven staat, vinden we in Leviticus 16. Now, most of Leviticus chapter 16 concerns the manner in which Yom Kippur is observed by one particular person. En hoofdstuk 16 van Leviticus gaat vooral over het observeren van vooral één persoon die hierin centraal staat in dit hoofdstuk. That person, of course, being the high priest. En die persoon is natuurlijk de hoge priester. As you are undoubtedly all aware, since the Holy Temple is not standing now, this service that was observed in the time of the Temple is not observed today. Zoals jullie allemaal ongetwijfeld weten, is juist omdat er nu geen tempel meer aanwezig is, is deze dag anders te beleven of te vieren, zeg maar, dan in de tijd toen de tempel er nog wel was. But the end of Leviticus chapter 16 speaks on a much more general plane that pertains to this day as well. Maar op het eind van Leviticus 16 lezen we dan dingen die juist ook voor vandaag de dag gelden, ook al zal er geen tempel meer zijn. And it is in that vein that we begin reading in Leviticus chapter 16, verse 29. En daarom beginnen we met lezen van hoofdstuk 16 van Leviticus, vers 29.
the theme becomes very clear already in this first verse. Het thema van vanavond wordt al uitgebreid neergelegd in het eerste vers wat we nu gaan lezen. And it shall be a statute forever unto you in the seventh month, on the tenth day of the month, you shall afflict your lives and shall do no manner of work, the homeborn or stranger proselyte who sojourns among you. Dit zal u tot een altoos durende inzetting zijn. In de zevende maand, op de tiende der maand, zult gij u verootmoedigen en geen rij werk doen, zomin de geboren Israëliet als de vreemdeling die in uw midden vertoeft. Now it is in the following verse that the particular identity of this holy day is more explicitly stressed. That is, for on this day shall atonement be made for you. It is a day of atonement. To purify you from all your sins, you shall be purified before God. En het volgende vers noemt ook expliciet waar het in op deze dag juist om moet gaan. Want we lezen vers 30. Want op deze dag zal over u verzoening gedaan worden. Om u te reinigen van al uw zonden zult gij gereinigd worden voor het aangezicht des Heren. But before we even discuss that aspect of atonement, the aspect that is first stressed again in verse 29 is you shall afflict yourselves. Voordat wij ons gaan buigen over het verzoening doen, wat beschreven is in vers 30, gaan we toch nog even kijken naar vers 29, waarin staat dat het een dag ook van verootmoediging is. What does this affliction mean? Wat betekent deze verootmoediging? Of vanuit het Engelse taal kan het ook een droefheid zijn voor je ziel. Well, I suspect everyone knows the continuous tradition of Israel going back to the giving of the Torah is this affliction means fasting. En zoals iedereen weet gaat deze dag dus terug op het geven van de Torah toen, hè, jaren, eeuwen geleden. En weet iedereen eigenlijk ook wat verootmoediging of deze afflictie kan inhouden, deze droefheid, wordt meestal geuit in vasten. Now, I realize a person might think that there's no word in Hebrew for fasting, and that's the reason that the Torah expresses this precept as afflicting yourselves or afflicting your lives. En omdat er in het Hebreeuws niet echt een woord is voor vasten, wordt het hier dus omschreven als verootmoedigen of droefheid voor je ziel. Well, we'll see shortly a little bit of a Hebrew lesson. There's definitely a biblical word for fasting in Hebrew. Maar natuurlijk is er wel een Bijbelse Hebreeuwse uitdrukking voor vasten. En daar gaan we nu even naar kijken. It's not used here. Maar het is niet op deze plek waar het zo beschreven wordt. Rather it is afflicting yourselves and not doing any manner of work. En het wordt dus eigenlijk beschreven als verootmoedigen. Maar het heeft ook te maken met geen werk doen, geen werkzaamheden. Now, with respect to not doing work, I should stress here, and we've noted this in other contexts as well, in particular when we discussed Shabbat, the Sabbath, that work here doesn't mean some strenuous activity. It means doing something creative. We do not engage in creative activity on Yom Kippur, as we do not on Shabbat. En zoals het hier wordt beschreven, en dat hebben we al eerder beschreven en we praten ook, dat ging er ook over de Shabbat, dat je het werk dus wel neerlegt, maar het wil niet zeggen dat je helemaal niets doet. We don't engage in creative activity on Shabbat as remembrance of God ceasing from his creative activity in creation on the seventh day. En Shabbat, zoals we allemaal weten, staat natuurlijk ook omdat de Heere God rustte van zijn werk, van alles wat hij toen gemaakt had. Zo
gaan wij dat dus ook beleven op de Shabbat, als wij die vieren, door ons werk neer te leggen en ook in die rust in te gaan. On Yom Kippur, these two motifs, these two themes of afflicting yourselves and not doing any work, any creative labor, are conjoined. En voor Yom Kippur zijn er eigenlijk twee motieven die hieraan ten grondslag liggen om geen werk te doen. Dus voor de Shabbat is het dus inderdaad dat je geen werk doet omdat de Heere God rust. En nu zijn er twee motieven. And indeed, as you can see, these two themes appear together also in verse 31. It is a Sabbath of solemn rest unto you, and you shall afflict your lives. You shall afflict yourselves. Both of these pertain to Yom Kippur. Vers 31 lezen wij dan met betrekking tot Yom Kippur. Het zal u een volkomen Shabbat zijn, en gij zult u verrijkmoedigen. Now, one theme obviously that we need to define at the outset, even before we return to these two central principles in observance of Yom Kippur, is what is atonement? Maar voordat we hier naar gaan kijken, naar de twee motieven die hierin beschreven staan, moeten we ons toch ook even afvragen, wat is eigenlijk verzoening? Wat wordt daarmee bedoeld? Well, of course, the truth is we don't really care what atonement means in English. We care about what lechaper means in Hebrew, that's being translated as to atone. Maar natuurlijk gaan we niet kijken naar het Engelse woord verzoening, of het Nederlandse woord, maar natuurlijk naar het Hebreeuwse woord wat hierin beschreven wordt, en dat is lechaper. Dus we see in the verses that follow, it's all about atonement. Just as an example, in verse 33, he shall make atonement for the most holy place, and he shall make atonement for the tent of meeting and for the altar, and he shall make atonement for the priests and for all the people of the assembly. And indeed, in verse 34, this shall be an everlasting statute unto you, to make atonement for the people of Israel. En als we dan vers 33 en 34 lezen, komt dan het woord verzoening ook een paar keer terug. Het heilige der heiligen zal hij verzoenen, ook de tent der samenkomst en het altaar zal hij verzoenen, en ook de en over de priesters en het ganse volk der gemeente verzoening doen. So what does lechaper mean in the Bible? Maar wat betekent dan precies lechaper of verzoening doen in de Bijbel? Obviously it wouldn't help us very much to just consider those verses in which lechaper is typically translated as to atone. En het wordt echt in lechaper wordt dus altijd vertaald als verzoening doen. But I'm sure all of the Hebrew experts remember very well that words in biblical Hebrew derive from three-letter roots. Maar zoals de Hebreeuwse studenten en de kundigen onder ons weten, weten we ook dat een woord in het Hebreeuws altijd bestaat, of de wortel van een woord bestaat altijd uit drie. So I'd like to present four examples from Genesis and Exodus, all of which derive from the same three-letter root, Kaf, Pe, Resh, in Hebrew, and none of which have anything to do with atonement. Dus we gaan kijken naar de wortel van dit woord, en de stam, zeg maar, en die bestaat uit Kaf, Pe en Resh. We gaan kijken naar Genesis, onder andere, maar al deze woorden die Rabbi Chaim Sadrek zal noemen, heeft niks te maken met verzoening. So our first example, the first instance in which this root appears in the Bible, is in Genesis chapter 6, verse 14. De eerste keer waar deze drie letters achter elkaar genoemd worden in de Bijbel, is op Genesis 6, vers 14. It is God's command to Noah, make you an ark of gopher wood, with rooms you shall make the ark, and you shall pitch it, within and without, with pitch. Tar as a covering of the wood, of course, to keep out the water. Dan lezen wij vers 14.
Maak u een ark van goverhout. Met vakken zult gij de ark maken en haar van binnen en van buiten met pek bestrijken. En het gaat dan voornamelijk om dat woord bestrijken. Noach moest dat doen, zodat er geen water natuurlijk in de ark kwam. Now I think we can all readily agree that this has nothing to do with atonement. Maar natuurlijk heeft dit natuurlijk niks te maken met verzoening. But both as a verb, you shall pitch it, and as a noun, you shall pitch it with pitch, with tar. In both instances, the word comes from the same three-letter root. Dus het bestrijken met pek, wat hier beschreven wordt, het bestrijken met pek, komt van hetzelfde woord op die drieletterige stam waar Rabbi Chaim het over heeft. Well, before we try to explain what these have to do with the same root as atonement, let's consider the other examples. Maar voordat we gaan kijken wat dit de betekenis heeft en de link het legt, zeg maar, tussen verzoening, gaan we nog een paar voorbeelden bekijken. As we do, of course, the challenge to each of you is to try to figure out what they all have in common and what they have to do with atonement. Dus voordat we deze allemaal gaan beschrijven, zeg maar, moeten wij onszelf afvragen, en dat is natuurlijk de uitdaging, wat heeft het te maken, deze drie letterige woordstam, met verzoening? Example number 2 is from Genesis chapter 32, verse 21. En het tweede voorbeeld wat we tegenkomen is Genesis 32, vers 21. This is when Jacob sends a very lavish gift to Esau upon Jacob's return to the land of Israel. And the reason for his doing so is, as expressed here in verse 21, for he said, I will appease him with the present that goes before me, and afterward I will see his face, perhaps he will accept me. I will appease is also from the same three-letter root that we translate as atone. We gaan het even bekijken. Bij ons is het een vers eerder, Genesis 32, vers 20 heb ik het staan. Het verhaal van Jacob, wie dan hij zendt geschenken naar Esau, die hij zal gaan ontmoeten. En wat zegt hij dan bij zichzelf? Vers 20, even kijken. Hij dacht namelijk, laat ik hem verzoenen met het geschenk dat voor mij uitgaat. En daarna wil ik mijn aangezicht zien. Misschien zal hij mij goed gunstig zijn. Next example. Het volgende voorbeeld. The next example is a noun. This is in Exodus chapter 16 when we read about the manna. Het volgende voorbeeld vinden we in Exodus 16 waar het gaat over het manna. The manna is described as on the face of the wilderness. Once the dew has risen from the ground, fine as the hoar frost. Frost that's lying on the earth. En wat lezen we daar? Dat gaat dus over de manna. Dat werd dus gezien als de dauwlaag was opgetrokken. Toen de dauwlaag opgetrokken was, zie, daar lag over de woestijn iets fijns, iets schilferachtigs. Fijn als rijm op de aarde. En ook dat heeft dus, rijm op de aarde, heeft dus dezelfde wortel in het Hebreeuws. Exactly. Okay, and our fourth example, another noun. This is a noun that appears many times in the Torah, but we encounter it for the first time in the instructions for building the tabernacle and its various vessels. In Exodus chapter 25, verse 17, you shall make an ark cover. That is a cover for the holy ark, which is essentially a box that is open besides this cover that's put on top of it. A cover out of pure gold to cover the ark. That word for ark cover in Hebrew, kaporet, again, comes from the same root. En het volgende voorbeeld zien we beschreven in Exodus hoofdstuk 25 vers 17, waar wordt geschreven dat ook zult gij een verzoendeksel van louter goud maken
En dat wordt dus op de ark gelegd. Dus een bedekking, zeg maar, voor de box, voor het gedeelte van de ark. Dus daar komt iets op. En dat is precies hetzelfde woord van KFP Reis, wat ook daar weer gebruikt wordt. So just to review, we have pitch, that is putting the pitch, the tar, on the wood, and the word for this covering of the wood itself, the pitch, the tar. We have Jacob appeasing Esau's angry attitude. We have the frost on the earth, and we have the ark cover. What do they have in common? Dus we hebben nu vier voorbeelden benoemd. Ik zal ze nog even noemen. De eerste heeft dus te maken met het bedekken van de ark. De tweede van Jacob, die bij zichzelf denkt van ik nader tot Esau. Het andere is dus van de dauw, zoals het lijkt, hè, op de grond. Het is, als de dauw optrekt, dan zie je het manna liggen. En de andere is dus het verzoendeksel, wat op de ark van het verbond ligt. Dus ook een bedekking, zeg maar. Of course, the answer is, and I think it may already be obvious to you, they all have to do with covering something up. En misschien is het ons allemaal al opgevallen, maar het heeft dus allemaal te maken met iets bedekken of toedekken. Obviously, pitch, both as a verb and as a noun, is to cover the wood with a waterproofing substance. Want bij de ark moest er dus bedekt worden met iets wat het water tegenhield. Esau is angry. Jacob appeasing Esau is to cover up that anger. We have an expression in English to smooth things over, to cover up that angry attitude and be able to move forward without it. En bij Esau en het verhaal van Jacob en Esau lezen we eigenlijk, en ik had het zo net niet goed benadrukt, maar het gaat dus inderdaad dat de boosheid van Esau, die wil Jacob wegnemen. En daarom zendt hij die geschenken. Dus het wegnemen of het, nou ja, toch een beetje af, dat die boosheid in ieder geval minder wordt, zodat Jacob Esau kan naderen. As for the other two, very easy. That is, obviously frost is what covers the ground, it covers the earth. En de andere twee zijn wat makkelijker natuurlijk, want dauw bedekt ook de aarde. There's a completely different word in Biblical Hebrew for snow. That's shelig. Frost is specifically what covers. En voor sneeuw, dat is sowieso anders vertaald in de Bijbel. Dat is een ander Hebreeuws woord is. Dat is shelig. Dat is anders. Dus, maar dat bedekt natuurlijk ook de aarde. Maar toch is het, omdat het een andere samenstelling is, is er ook een ander woord voor. And of course, I'm sure I don't need to point out that the ark cover is there to cover something. En natuurlijk het laatste voorbeeld wat is genoemd is het deksel op het verzoen op het verzoeningsdekker. Dat is dus ook een deksel. Het bedekt ook iets. Het dekt iets af. So what does this tell us about atonement? Maar wat vertellen deze woorden ons dan voor verzoening? There's something there. Our wrongdoings, our altogether going off course, and we need to be able to move forward. We need to be able to cover that up, to smooth that out, in order to be able to continue on our journey. Wij zijn allemaal onderweg. En onderweg doen wij dingen die niet in overeenstemming zijn. We wijken allemaal af. We gaan een andere weg op. En omdat we toch door moeten gaan en voort moeten gaan, hebben wij dus iets nodig om onze afdwalingen, zeg maar, te bedekken. God is the one who grants the atonement, which is the greatest gift. It is what makes Yom Kippur such a happy day, because he enables us to turn a new page and move forward. En God heeft ons in Yom Kippur de grootste gift gegeven. Want hij is het die ons doet, die het doet om de zonden of ons afwijken te bedekken, zodat wij een andere pagina kunnen opslaan en dat wij door kunnen gaan. I'm sure it's clear to all of us why this is a message that's so important, not just to Israel,
but to everyone. En iedereen zal waarschijnlijk begrijpen waarom deze boodschap dus niet alleen belangrijk is voor Israël, maar voor iedereen. It's possible. It's even easy to become so paralyzed by our past that we are incapable of moving into the future. Want wij kunnen door ons verleden of door onze misstappen ons afwijken zo in beslag worden genomen, of het kan ons zo in beslag laten zijn nog steeds, dat wij gewoon niet de capaciteit hebben om door te gaan. Yom Kippur is there every year to enable us to start fresh, to start anew. En Yom Kippur maakt het dus mogelijk dat wij elk jaar opnieuw kunnen beginnen, om een verse of een nieuwe start te mogen maken. Daarom is Yom Kippur toch ook een feestdag. We realize we often can't simply erase or forget the past. It's there, but we can cover it up in a manner that enables us to move forward. En we kunnen het verleden vaak niet achter ons laten of het helemaal doen vergeten, maar toch maken we door juist deze dag, hebben we een kans, zeg maar, om dat toch het een plek te geven, om het te kunnen bedekken, om dan toch door te kunnen gaan. That is the most basic meaning of atonement. Dat is de meest basisomschrijving van verzoening. But now, in appreciating how we connect with that atonement, we return to the other ideas that we saw expressed in Leviticus chapter 16. That is both afflicting ourselves and ceasing, desisting from all creative work. En dan gaan we nu weer kijken naar Leviticus 16, waar we hebben gelezen dat wij ons werk zullen neerleggen, maar ook dat we ons zullen verootmoedigen. We'll note that in the other two passages that explicitly describe Yom Kippur in the Torah, we find these themes all, once again, re-emphasized. En ook in de andere twee passages waar Yom Kippur beschreven wordt, vinden we deze twee dingen dus ook gezamenlijk genoemd. It is in Leviticus chapter 23 that we first encounter the name, the Day of Atonement, in the Hebrew, Yom HaKippurim, and in the same verse in which this name appears, we once again read of the mandate to afflict your lives, to fast. In Leviticus 23, vers 27, lezen we dan ook voor het eerst, is dat genoemd, hoe deze dag genoemd zal zijn, Yom HaKippurim, of verzoendag, en dat het dan ook inderdaad een dag is van jezelf te verootmoedigen, en dat je je werk neer moet leggen. In the following verse, where it is named once again, there is the emphasis of doing no manner of work in that same day, and that it is to make atonement for you before God. In vers 28 wordt dan genoemd, op die dag zult gij geen allerlei arbeid verrichten, want het is de verzoendag, om over uw verzoening te doen voor het aangezicht des Heren. We'll just note briefly that in the third and final passage in which this day is explicitly mentioned in the Torah, in Numbers chapter 29, verse 7, again, you shall afflict your lives and you shall do no manner of work. En ook in Numeri 29 wordt Grote Verzoendag beschreven en daar staat weer hetzelfde. Je zal verzoening, of je moet je verootmoedigen voor de Heere God, maar je zal ook geen werk doen. Nummer 29, vers 7 staat daarin genoemd. Now, note please that the theme of afflicting and the theme of not doing work, on the one hand, we might regard as separate and distinct, but they're always juxtaposed with one another. They're always together. En je kan hierbij opmerken natuurlijk dat deze twee dus altijd samen worden genoemd. Je hebt je verootmoedigen, je moet je verootmoedigen op deze dag en je mag geen werkzaamheden verrichten.
Now, obviously, that doesn't have to be the case. On Shabbat, we desist from creative work, but we don't fast. Maar op Shabbat, wat het dus inderdaad niet zo expliciet genoemd, dan doen we inderdaad dus ook geen werk, maar hoeven wij niet te vasten. And yet, consider in particular the way Leviticus chapter 23, verse 32 is expressed. En merk op hoe dat wordt beschreven in Leviticus 23. It shall be unto you a Sabbath of solemn rest, and you shall afflict your lives in the ninth day of the month at evening, from evening to evening, shall you keep your Sabbath. This is which verse? This is Leviticus chapter 23, verse 32. Yeah, Leviticus 23, vers 32 lezen we dan. Het zal u een volkomen Shabbat zijn en gij zult u verootmoedigen. Op de negende van de maand des avonds, van avond tot avond, zult gij uw Shabbat vieren. Hier staat het dus in één zin, volkomen Shabbat en verootmoedigen. Now just consider, in this verse in particular, the combination of these two themes is a little bit confusing. Toch is het een beetje een beetje lastig om dit zo te noemen, want dit is toch een beetje lastig omdat het in één zin beschreven wordt. Je moet je verootmoedigen en het is Shabbat. The verse begins by talking about the solemn rest of the Sabbath. It ends by re-emphasizing keeping your Sabbath. And in the middle, it talks about afflicting your lives as if this is something that has to do with observance of a Sabbath. Daarom is het een beetje een vreemd vers. Het staat allemaal bij elkaar. In het begin zie je een volkomen Shabbat. Op het eind staat er ook weer van, het is een Shabbat, zo moet je hem vieren. En je moet je verootmoedigen. Now again, we know what is meant by the creative work that is forbidden on Shabbat. True, it isn't stated explicitly in the Bible, but the principle that God created the universe and then he ceased creating on the seventh day tells us that what is forbidden is creative work, not eating. Dus zoals we lezen en weten van Genesis hoofdstuk 2, als de Heere God de Shabbat daarop weer zelf rust, dan doet hij geen creatief werk meer. Dus het werken legt hij helemaal neer. Maar daar staat niets genoemd dat hij niet eet of dat wij niet mogen eten. This raises a fascinating question. En dit reist, en daardoor reist dus een hele mooie en fascinerende vraag op. What happens when a fast day that is based upon specific dates of the calendar comes on Shabbat, on the Sabbath? Dus op Shabbat in principe vast je nooit. Maar wat gebeurt er als je de kalender volgt van alle tijden en alle dagen? En als er toevallig een vastendag toevallig net op de Shabbat valt, wat doe je dan? Yom Kippur can occur on Shabbat. Yom Kippur kan natuurlijk ook op een Shabbat vallen. So what happens when Yom Kippur comes on Shabbat? Maar wat gebeurt er dus dan? After all, Shabbat is supposed to be a delight, isn't it? Shabbat is een rustdag, maar het is ook een feestdag. But as many of you are undoubtedly aware, when Yom Kippur occurs on Shabbat, we fast on Shabbat. We fast in our observance of the Shabbat of Yom Kippur. Maar zoals misschien iedereen wel weet, als Yom Kippur op Shabbat valt, dan heeft dat dus inderdaad de zwaarte van die dag. En wordt er dus inderdaad dus wel gevast, ook al is het Shabbat. It's important for me to contrast this with those days that actually are explicitly identified as fast days in the Bible. En hiermee moet je dus in ogenschouw ook houden wat er bedoelt als je een vastendag, als dat genoemd wordt tijdens de feestdagen of deze de gedenkingsdagen, wat wordt daarmee bedoeld? We read about these days explicitly
in the prophecies of Zechariah in chapter 7 and chapter 8. Gaan we even kijken wat Zacharias daarvan zegt, de profeet Zacharia in hoofdstuk 7 en in hoofdstuk 8. Dan wordt er dus beschreven van wat wordt met het vasten precies bedoeld. In Zechariah chapter 3, chapter 7, verse 3, the people ask the priests in the Holy Temple and the prophets, should I weep in the fifth month, separating myself as I have done these so many years? En in Zacharias 7, vers 3 lezen we dan, dat is een vraag dus van die gesteld wordt, moet ik in de vijfde maand wenen en vasten, zoals ik nu reeds zoveel jaren gedaan heb? Now, in this verse, we don't read about fasting explicitly. We read about crying and separating oneself. But in the reply of God through the prophet Zechariah, in verse 5, we read explicitly about your fasting and mourning. En als je dan kijkt naar vers 3, dan als je dat goed zal vertalen, dan gaat het eigenlijk, wat daar beschreven, huilen. En moet je dan jezelf apart zetten voor zo'n dag? Maar in vers 5 antwoordt de Heere God door de mond van Zacharia. En dan wordt er wel gezegd van, zevende maand, heb gevast en geklaagd. It's interesting, the question pertained to the fifth month. You may realize that the fifth month, reckoning as we always do in the Bible, from the first month, the month of Passover, is the month of Av, Tisha B'Av, commemorating the destruction of the temple. Zoals we misschien wel weten, wordt natuurlijk gerekend vanaf de eerste maand in de Bijbel genoemd. Hè? Dat is de maand Nisan. De vijfde maand is dan de maand Av. En op de negende van die maand wordt altijd gedacht aan de vernietiging van de tempel. God refers also to the fast of the seventh month here. De Heere God refereert ook naar het vasten in de zevende maand. And in Zechariah chapter 8, verse 19, he gives a list of four fast days that are observed in commemoration of the destruction. En in Zechariah 8, vers 19, lezen wij van vier keer een vasten, in welke maanden er gevast moet worden. Now, we've discussed these various fast days in other contexts. We're not going to discuss them now. We hebben deze vasten alles behandelen in eerdere lessen die hier worden genoemd. Suffice it to note that these are explicitly identified with the Hebrew word tzom, which means fast. En hier wordt dus altijd het Hebreeuwse woord genoemd tzom, en dat betekent ook inderdaad vasten. Do we fast on these days when they occur on Shabbat, on the Sabbath? Moeten wij dan ook vasten als deze dagen die hier worden genoemd, als die op een Shabbat vallen, zullen wij dan ook vasten? Categorically not. En het antwoord daarop is nee. Each of the fasts that can occur on Shabbat is observed after Shabbat. Deze vasten worden altijd gehouden na de Shabbat. Even the ninth of Av that commemorates the destruction of the temple, although it can occur on Shabbat, is only observed from when the sun goes down for Saturday night and Sunday, not on Shabbat. Ook als de negende Av, dus als er dan de vernietigingen van beide tempels worden herdacht, ook die dag, dat is echt een vastendag, als die op Shabbat valt, wordt er niet gevast, maar men begint met vasten op het einde van de Shabbat, bij zonsondergang, en gaat daarbij door tot zonsondergang op zondag. Why is Yom Kippur different? Waarom is dan Yom Kippur anders? We could give a number of answers to this question, but for our purposes right now, I return us
to Leviticus chapter 23, verse 32. En we zullen een heleboel antwoorden op deze vraag kunnen geven, maar we gaan eerst kijken weer naar Leviticus 23, vers 32. Again, stressing that although of course we fast on Yom Kippur, the Torah does not use the word for fasting. It rather speaks of our afflicting our lives. En hoewel het niet zo expliciet wordt gezegd, dus inderdaad dat je moet vasten op Yom Kippur, wordt er wel heel erg de nadruk op gelegd dat je je ziel of je persoonlijkheid, hè, je moet je toch verootmoedigen. Dat staat heel erg centraal op Yom Kippur. And furthermore, it stresses that afflicting of our lives is in essence part of the solemn rest of the Sabbath of Yom Kippur. Dus op zichzelf kun je dus zeggen dat het verzoenen van je, of het neerbuigen van je ziel, het verootmoedigen voor je ziel, heeft natuurlijk ook een doel. En dat is om juist door je verootmoediging de rust van de Shabbat in te kunnen gaan. After all, isn't that what is implicit in telling us that it shall be a Sabbath of solemn rest, meaning afflict your lives, and in that way you keep your Sabbath? This is part of a Sabbath observance. Dus je kan het eigenlijk zo vertalen, kijk het naar vers 32 weer. Het is een volkomen Shabbat, en daar kun je alleen maar ook met je ziel en met je binnenste volkomen ingaan door verootmoediging. En dan staat op het eind van dit vers ook weer dat gij de Shabbat zult vieren. On a regular Shabbat, we cease from creative labor. On a Yom Kippur Shabbat, we also cease from eating and drinking. And we afflict our lives physically. Dus op een gewone Shabbat leg je je werk neer en kom je in de rust. Maar op Yom Kippur, omdat het een volkomen Shabbat is, leg je niet alleen je werk neer, maar ga je ook jezelf verootmoedigen. But in the biblical vocabulary, it's not a fast day. A fast day is associated with the mourning for the destruction of the Holy Temple. Mourning is never compatible with Shabbat. En in het Bijbelse Hebreeuws, zeg maar, komt dus het vasten altijd naar voren ook als droefheid. Zoals bijvoorbeeld met de herdenking van de vernietiging van de tempel. Dan is er ook een droefheid naar wat er is gebeurd. Een droefheid kan nooit samenvallen, zeg maar, met de Shabbat. Shabbat is a happy day, even if someone is observing the 7-day mourning period for an immediate relative who has died. One does not practice public mourning at all on Shabbat. Ook is het een volkomen, een fijne dag, een vreugdevolle dag, de Shabbat. Zelfs als je iemand hebt verloren en je in feite in de rouwperiode zit, dan zal diegene ook niet uiterlijke rouw bedrijven op Shabbat. Dat kan niet. But that also helps to highlight for us that the fasting on Yom Kippur is not sad. It's not sorrowful at all. It certainly isn't the day of mourning. We would never do that on Shabbat. Dus omdat het juist Grote Verzoendag een volkomen Shabbat is, zal het dus ook door de middel van het vasten, hoe dit wordt vernoemd, zal het geen droefheid zijn. Want dat kan niet op een Shabbat. And an additional nuance in this verse, in Leviticus chapter 23, verse 32, that expresses that idea, is the statement that you observe this day in the 9th day of the month at evening, from evening to evening. En dat wordt ook expliciet nog genoemd in het tweede deel van dit vers. Op de 9e van de maand des avonds, van avond tot avond. Now that seems awfully strange. After all, we already saw in Leviticus chapter 16 and 23, in Numbers chapter 29, everyone agrees, this day is observed on the 10th, not the 9th.
En dat is wel opmerkelijk, want het is natuurlijk hier wordt beschreven de 9e van de maand. Terwijl het op andere plekken juist de 10e van de maand wordt genoemd. So what does in the 9th at evening mean? Dus wat wordt er bedoeld met de avond van de 9e? On the one hand, of course, a simple answer that brings us back all the way to Genesis chapter 1 is in the reckoning of the Bible, and there was evening and there was morning. First evening, then morning. So every day begins at sundown, which means that the observance of Yom Kippur begins at sundown of the ninth. Dus als we dan weer terugkijken naar Genesis, want wat wordt er bedoeld dan met in de avond, dan weten we wat daar beschreven staat. Het is morgen geweest, het is avond geweest, de eerste dag. Dus een dag begint in de avond. But the emphasis upon the ninth here conveys to us something more. Maar juist omdat hier gesproken wordt over de negende, zal het een andere en een diepergaande betekenis hebben. Daar gaan we nu naar kijken. The very mention of the ninth seems completely out of place when, after all, at sundown, the tenth begins. Want het is natuurlijk opmerkelijk dat het hier zo wordt beschreven, omdat bij de zonsondergang van de negende de tiende dag begint. And we have what might strike us as a very strange tradition with respect to this verse. Want we hebben, zullen we zo direct even bij stilstaan, we hebben een vreemde traditie met betrekking tot dit vers. It's coming to tell us that we observe Yom Kippur on the ninth as well. Dus dan gaan we er in feite van uit, met deze gedachtegang, dat op de negende ook al sprake is van Yom Kippur. How do we observe Yom Kippur, which occurs on the 10th, on the 9th as well? Hoe kan het dat wij Yom Kippur op de 10e vieren, terwijl er ook op de 9e al wordt genoemd, en hoe doen we dat? Ironically, specifically by not fasting on the 9th, by eating and drinking all day on the 9th. En wat doen zij? Zij op de negende juist, wordt er juist veel gedronken of veel gegeten. Die hele dag wordt er gewoon gegeten en gedronken. We have a saying in our tradition that when one eats and drinks on the ninth, it's considered to be part of the fulfillment of the precept, the mitzvah, of fasting on the tenth. Want in hun beleving, en zo wordt het ook gezegd, als je op de negende eet en drinkt en je zeg maar goed voorbereid op de volgende dag, dan kun je toch de hele dag volmaken met het vasten. Dus je hebt je goed voorbereid, dus kun je het vasten van de tiende helemaal vol gaan houden. I'd like to share with you briefly an excerpt from the commentary on this verse in Leviticus chapter 23 from one of the foremost Bible scholars of the 19th century. Hij wil met ons iets delen wat een grote geleerde uit de 19e eeuw ooit over dit vers heeft beschreven. We've mentioned him in the past, Rabbi Samson Raphael Hirsch. De naam is Samson Raphael Hirsch is de naam. Daar hebben we het wel eens vaker over gehad in het verleden. He was rabbi of Frankfurt in Germany and the commentary was originally written in German, but I'm reading it in English translation. Hij leefde in Frankfurt in Duitsland en het commentaar wat hij dus schreef op dit vers is natuurlijk ook in het Duits geschreven, maar Rabbi Chaim gaat het in het Engels met ons delen. On the ninth in the evening, from evening to evening, can only have the purpose of limiting the fasting to that period. That is, the fasting may only begin on the ninth when it is night. But on the ninth itself, you may not fast. You specifically are enjoined to eat and drink. Hij schrijft dus ook specifiek over die negende dag.
waarin wordt geschreven van je zal op die dag, de negende, eten en drinken, juist om de tiende dus weer vol te kunnen gehouden. En je gaat het pas doen, inderdaad, in de avond. Dus in de avond gaat die dag pas ook in, zowel de negende als de tiende. This prohibition to fast on the ninth, on the eve of Yom Kippur, may to a very high degree prove the moral Jewish character of our fasting on Yom Kippur and allow us to understand this principle expressed in it. Want doordat we dan beginnen met vasten, zeg maar in de negende op de avond en dan inderdaad de tiende helemaal door, als je dat gaat volbrengen en dat ook met volle overtuiging doet, dan zul je ook het principe wat achter Grote Verzoendag ligt ook kunnen leren. If our Yom Kippur were the heathen idea of pacifying a wrathful God, and our fasting a heathen self-torturing castigation to satisfy its thirst for vengeance, how much greater would it be for us to fast 2 days straight? Want als wij, doordat wij een wraakzuchtige God dienen, die echt op ons onheil uit is door de wegen die we hebben gedaan, zeg maar, dat we hem zo moeten naderen en zo weer tevreden zullen moeten stellen, waarom zul je dan, als je dat weet, dan kun je eigenlijk beter 2 dagen gaan vasten? The law that makes eating and drinking on the eve of Yom Kippur into just a mitzvah, a precept, and which forbids fasting on that day, comes to oppose sharply this immoral and un-Jewish way of looking at Yom Kippur. Doordat wij dus inderdaad op de negende op de avond nog eten, dan maakt dus inderdaad dat wij op een andere manier naar Yom Kippur gaan kijken. Dus niet onszelf straffen en niet helemaal, dat komt een andere beleving bij voort. Dus daarom is het een verplichting tot in de avond te eten van de negende. Our eating on the eve of Yom Kippur is a suitable expression for giving our fasting on Yom Kippur the true meaning of an atonement promised on Yom Kippur and only on Yom Kippur. Doordat wij inderdaad in de avond dus gewoon nog eten en ons voorbereiden op Yom Kippur, komt die de hele dag Yom Kippur en die verzoening die ons wordt toegereikt ook volkomen tot zijn recht. Now, what does this have to do with atonement? And why is this so important in our understanding what the message of Yom Kippur is for us? Maar wat heeft dit allemaal en deze beschrijving van het hele vasten, hoe het dus moet gebeuren en hoe niet, en waarom je dan nog wel moet eten, wat heeft dat te maken met het verzoenen of het verootmoediging die wij moeten doen, ook voor ons? Of course, on the one hand, I could stress that were we to fast 2 days in a row, it would clearly fly in the face of the warning in Ecclesiastes, chapter 7, verse 16, be not overly righteous, neither make yourself overly wise. Why should you become desolate? En dat wordt beschreven waarom wij dus inderdaad niet 2 dagen helemaal compleet vasten en daarmee geen onheil over onszelf zouden afroepen. Dat wordt beschreven in Prediker 7, vers 16. Wees niet te zeer rechtvaardig en gedraag u niet al te wijs. Waarom zou gij uzelf tot verbijstering brengen? Dus als je 2 dagen zou moeten vasten, dan dat zou je misschien niet vol kunnen houden. Dus dan ga je een pad op wat je zelf waarschijnlijk niet eens vol kunt houden. Okay, but that's on the one hand. Dat is op de ene hand. On the other hand, there is something much more profound going on. On the one hand, having a commandment to afflict ourselves, and on the other hand,
to spend the previous day eating and drinking, so we won't really feel too hungry at all. Dus dit is eigenlijk op de ene hand natuurlijk zo uitgelegd en ook heel erg basis is en heel erg natuurlijk. Want je moet je een hele dag verootmoedigen en er zal gevast moeten worden. Maar daarom is het dus ook heel goed om de dag van tevoren goed te eten en te drinken. Want je moet ook wijs zijn en je voorbereiden op deze dag. You might ask, what's the point of fasting if you're not going to feel hungry? Maar als je niet hongerig wordt op zo'n dag, wat heeft dan het principe van vasten echt te maken met deze dag? And I submit that the answer to that is, that's precisely the point of Yom Kippur. En eigenlijk is dat nou net het principe achter Yom Kippur. Dat je dus inderdaad op de negende zoveel eet en drinkt, dat je verzadigd bent, dat je geen hongergevoel krijgt op Yom Kippur zelf. We have precedents for not eating and drinking and not being hungry. Dus we hebben ons zo voorbereid dat wij geen dorst lijden en geen honger hebben op Yom Kippur. In Exodus chapter 34, verse 28, we read that Moses was there on the mountain, on Mount Sinai, with God, 40 days and 40 nights. He did neither eat bread nor drink water. En in Exodus 34, vers 28, lezen wij van Mozes. Hij was er op de berg, samen met de Heere God. En 40 dagen en 40 nachten at hij geen brood en water dronk hij niet. No indication that he was hungry. En toch was hij niet hongerig. And indeed, in our tradition, he wasn't. En dat wordt ook inderdaad zo beschreven en zo beleid, zeg maar, in de Joodse traditie. Mozes leed geen honger die dagen. I'll just note that in Deuteronomy chapter 9, in verse 9, Moses again testifies with respect to himself that when he went up into the mountain to receive the tablets, I abode in the mount 40 days and 40 nights, neither did I eat bread nor drink water. En dit wordt herhaald in Deuteronomium 9, vers 9. Dat schrijft dan Mozes van zichzelf. Toen ik de berg was overgegaan en de stenen tafelen te ontvangen, de tafelen van het verbond dat de Heere met u gesloten had, vertoefde ik 40 dagen en 40 nachten op de berg. Brood at ik niet en water dronk ik niet. Tragically, those 40 days ended with the sin of the golden calf and those tablets being broken. En erg genoeg, na deze 40 dagen, dit eindigde met het afbeelden van de gouden kalveren. We weten hoe dat heeft geëindigd. En toen Mozes dat zag, sloeg hij de twee tafelen kapot. What did Moses do after those 40 days without eating and drinking? Hoe heeft Mozes dat vol kunnen houden? 40 dagen zonder eten en drinken. We see in verse 18, another 40 days without eating and drinking. Want in vers 18 wordt dan opnieuw beschreven dat hij weer naar de berg gaat en 40 dagen en 40 nachten geen brood at en geen water dronk. Hoe is dat mogelijk? Now, although it isn't explicit in the text, we also have a tradition that while this second period of 40 days and 40 nights was beseeching God for forgiveness for Israel after the sin of the golden calf. En in onze overlevering gaan we ervan uit dat dit is de tweede periode dat Mozes de berg op gaat, ook om de tafelen weer te ontvangen. Maar hij heeft zich daar ook specifiek bezig gehouden om zich te verootmoedigen voor de Heere God, om vergeving te vragen wat het volk Israël had gedaan. In our tradition, after that second period of 40 days and 40 nights, there was a third period of 40 days and 40 nights when Moses ascended Mount Sinai to receive the second set of tablets. Dus in onze beleving, in onze traditie, wordt er ook van uitgegaan dat Mozes die 40 dagen en die 40 nachten, dus de tweede periode, hij alleen maar de berg op ging om zich te verootmoedigen en vergeving te vragen voor het volk van Israël. En de derde keer ging hij de berg op om de twee stenen tafelen weer te ontvangen.
This is perhaps especially relevant in talking about Yom Kippur because by simple arithmetic, based upon our traditional date for the giving of the Torah, that third period of 40 days and 40 nights ended on Yom Kippur when God forgave Israel, gave Israel atonement for its sin. En in de overlevering van het Joodse volk wordt het zo ook beleefd en uitgelegd dat de derde keer dat Mozes de berg opging, weer 40 dagen, 40 nachten. Aan het eind van deze periode ontving hij de twee stenen tafelen opnieuw. Maar dat was ook precies samenvallend met Yom Kippur. God heeft zijn volk toen vergeven en gaf opnieuw de twee stenen tafelen. En dat viel samen met Yom Kippur. I'll note that we read later in the Bible, in the first book of Kings, chapter 19, of someone else who went without eating for 40 days and 40 nights to the same location, to Mount Sinai. This is the prophet Elijah. In verse 8, he arose and he did eat and drink and went in the strength of that meal, 40 days and 40 nights, unto Horeb, the Mount of God, Mount Sinai. En we kennen dit ook van de profeet Elia. In 1 Koningen 19 vers 8 stond dat ook hij vastte en niet at en dronk. Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan het gebergte Gods, de Horeb. I think it's obvious that if he was going by the strength of that meal, he wasn't hungry. Dus hij ging dus door de kracht van die hij ontvingen had uit die laatste maaltijd, kon hij 40 dagen en 40 nachten doorgaan tot aan het gebergte Gods te horen. Well, maybe our fasting on Yom Kippur in a way is a commemoration of Moses fasting those 120 days that concluded on Yom Kippur, not eating, not drinking, not being hungry. En misschien proberen wij in dezelfde beleving door te gaan, zeg maar. Totaal heeft Mozes 120 dagen gevast. Niet gegeten, niet gedronken. Maar hij kon het allemaal goed volhouden. Had zich misschien ook goed kunnen voorbereiden. Maar God voorzag hem daar ook in. En die 120 dagen van vasten, verootmoedigen, eindigden op Yom Kippur. In a way we have an additional precedent for going without bread, without drink, and not being hungry. This is what we read in Deuteronomy chapter 29. And this isn't 40 days, it's 40 years. En er is nog een uitdrukking in de Bijbel die hier stil bij staat, maar dan gaat het niet over 40 dagen niet eten en drinken, maar over 40 jaar. In chapter 29, verse 4, I have led you 40 years in the wilderness. And verse 5, you have not eaten bread, neither have you drunk wine or strong drink, that you might know that I am God your Lord. En bij ons staat dat in vers 6, dus Deuteronomium 29 vers 6. Brood hebt gij niet gegeten, wijn of bedelende drank niet gedronken, opdat zij zout gaat weten dat ik de Heer uw God ben. Now, you may say, but wait! They didn't go without food. After all, they had the manna. En natuurlijk kun je zeggen van, natuurlijk zijn ze niet 40 jaar in de woestijn geweest zonder eten, want ze hadden natuurlijk het manna. And on some plane, that's precisely the point. En eigenlijk is dat dus inderdaad precies het punt waar het om gaat. That is, we read in Psalm 78 about the manna. Wij lezen in Psalm 78 over het manna. In particular, after in verse 24, the manna is identified by name, we read in verse 25, man did eat the bread of the mighty. One could translate this as the mighty angels. He sent them provisions for satisfaction. Wij lezen in die psalm waar het specifiek over het manna gaat. En dan vers 25 wordt daar een specifieke
uitdrukking aangegeven. Brood der engelen at een ieder. Hij zond hun teerkost tot verzadiging. Being satisfied, but without bread. That is, not human bread. Rather, angel food. Dus ze werden verzadigd zonder brood. Maar ze werden verzadigd door hemelsbrood of brood van de engelen. In other words, bread, as we saw in Deuteronomy chapter 29, they didn't eat. They were not being sustained by mere physical sustenance. Dus inderdaad, ze werden niet gevoed door brood. Ze werden niet door aardse dingen gevoed, die periode. They, and conceivably also Moses and Elijah, became like angels, being sustained by something heavenly, by what we describe in our tradition as the radiance of God's holy presence. Dus je kan het ook een niveau hoger trekken, zeg maar. Mozes en Elia werden gevoed door iets beters en iets hogers. Iets wat God zelf in voorzag. Aan de ene kant kan het manna zijn, maar het kan ook de aanwezigheid van de Heere God zelf zijn, die tot verzadiging leidde. So when we refrain from eating and drinking on Yom Kippur, we know exactly what we're doing. We're not doing it in order to become hungry, we're doing it in order to become angel-like. Dus als wij ons voorbereiden op Yom Kippur, doen we dat dus niet door niet te eten en te drinken, maar juist wel, zodat we die dag goed vol kunnen houden en omdat wij ons misschien dan kunnen voeden met iets veel hogers en misschien dat we iets meer op een engel kunnen gaan lijken of zullen gaan lijken. And so of course, our not eating and drinking is like a Sabbath observance. Well, the angels also don't do work. And we prepare for it by eating on the ninth, because let's face it, we aren't angels. And by eating and drinking all day on the ninth, we're able to prepare ourselves to not be hungry when we don't eat and drink at all on the tenth. Dus door je goed voor te bereiden op de negende, dus wel goed voldoende eten en te drinken, bereid je voor op de tiende, op grote verzoendag. Die dag heb je dus ook geen honger. En kun jij hiervan leren, maar ook dat gevoel misschien hebben om het zijn, hoe het zal zijn als een engel te zijn. Want een engel eet niet, hij werkt ook niet. Dus misschien ben je dan iets dichterbij met het nabootsen van een beleving van een engel. Now, so far all this seems to make sense, except really it all leads us to a baffling question. Als we nu terugkijken wat we hebben behandeld, dan lijkt het allemaal vrij logisch, maar toch blijft er nog een vraag staan. What's so good about being like an angel? Wat is er nu zo goed aan om een engel na te bootsen of op een engel te lijken? We learn from the Bible that human beings can be greater than angels. En we leren van de Bijbel dat mensen groter kunnen zijn of worden als een engel, of groter dan de engelen. Where do we learn this, you might ask? Waar wordt dat beschreven? Zul je dat misschien jezelf afvragen? So, to share with you some of the passages that I think we've discussed in the past, in the book of Daniel, in chapter 3, we read of King Nebuchadnezzar casting his three ministers, Hananiah, Mishael, and Azariah, who refused to bow down to his golden image, into a fiery furnace. Daniel 3, dat hebben we in het verleden ook wel eens behandeld, maar daarin wordt het verhaal beschreven van koning Nebuchadnezzar, die geconfronteerd wordt met drie van zijn ministers en de vrienden van Daniel, Shadrach, Meshach en Abednego, die niet willen buigen voor zijn beeld. Well, we all know what happened to them in the fiery furnace. As we read in chapter 3, verse 24, Nebuchadnezzar the king was alarmed and rose up in haste. He spoke and said unto his ministers,
did we not cast three men bound into the midst of the fire? They answered and said unto the king, true, O king. En de drie mannen worden, zoals we allen weten, in de brandende vuur overgeworpen. En we lezen dan in vers 24. Toen schrok koning Nebukadnezar en stond ijlings op. Hij nam het woord en zeide tot zijn raadsheren, hebben wij niet drie mannen gebonden in het vuur geworpen? Zij antwoordden de koning, zeker, o koning. Verse 25, he answered and said, lo, I see four men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt, and the appearance of the fourth resembles an angel. We lezen dan in vers 25, hij zeide, zie, ik zie vier mannen vrij wandelen midden in het vuur, en zij hebben geen letsel. En het uiterlijk van de vierde gelijkt op dat van een zoon der goden. Well, now, we know that angels are not physical beings, but in many passages in the Bible, it appears that angels can take on a physical form. En zoals we eerder hebben besproken en zoals we weten, hebben engelen geen fysiek lichaam, geen fysieke verschijning, maar kunnen ze wel, of hebben ze het vermogen om een fysieke verschijning aan te nemen. What's significant here is you have three people in the fiery furnace and one angel. Wat opmerkelijk hiervan is, is dat je drie mensen hebt in een vuuroven en één engel. Who is the fourth? Wie is de vierde? Dat is natuurlijk een engel. That means the angel is walking behind the three human beings. Dus de engel loopt achter de drie mensen. And with the presumption that there is an order here, in our tradition we learn from this verse, the righteous are greater than the ministering angels. En in hun opvatting, in hun traditie, wordt dat zo uitgelegd omdat de engel achterloopt, de rechtvaardigen lopen altijd voor. Dus dan is de mensheid groter dan de engelen. Of course we really learned this message much, much earlier in Genesis chapter 32. Remember the struggle, the wrestling between Jacob and the angel? En de eerste keer waar we dit kunnen lezen in de Bijbel is natuurlijk Genesis 32, waar wordt beschreven dat Jacob worstelde met een engel. We've discussed this passage at great length on other occasions. What we read in verse 26 is the angel saw that he could not prevail against Jacob. And Jacob forces him to bless him. We hebben deze ook al eerder besproken in eerdere lessen. En dat is Genesis 32. Jacob is dan aan het vechten met de engel. En op een gegeven moment staat er dan beschreven dat de engel zag dat hij Jacob niet kon overwinnen. And the blessing, the name Israel given to Jacob, is you have striven with godly beings, with angels, and with men, and you have prevailed. En Jacob krijgt hier dan ook de nieuwe naam. Dat staat beschreven in 28, dat hij Israël zal heten. En waarom krijgt hij die naam? U hebt gestreden met God en mensen en gij hebt overmocht. Gij hebt gewonnen. Indeed, when we consider the role of people in the world and angels, this conclusion is pretty much inescapable. En de rol van engelen in de wereld wordt al vaker natuurlijk ter discussie ook gesteld. We've noted on other occasions the blessing that the angel conveys to Joshua the high priest in Zechariah chapter 3 verse 7. I will give you walkers among these standing ones. En dit hebben we ook al eens in het verleden beschreven, dat in Zechariah 3 vers 7 staat er ook dat even kijken. The translation may not conform to my rendering here, but this is the literal meaning of the words in Hebrew.
I will give you walkers among these standing ones. En dan wordt ook hij gezegend inderdaad, maar hij wordt dan vanuit het Hebreeuws wordt er dan ook inderdaad gezegd, dat hebben we al eens, ik geef u wandelaars naast diegenen die staande staan. Who are the walkers and who are the standing ones? Wie zijn in dit geval degenen die wandelen en wie zijn diegenen die blijven staan? The walkers are people. The standing ones are the angels. Degenen die wandelen zijn de mensen, diegenen die staan blijven zijn de engelen. We read in Ezekiel chapter 1 verse 7 regarding the angels. Their legs were straight legs. In verse 9, they turned not when they went. They don't turn, they don't move, they don't grow, they don't go. Angels, after all, are created as spiritual beings, and so they remain. People are born, as we read in Job chapter 5, verse 7, to labor. The struggle to conquer our passions and to grow spiritually. En in Ezekiel 1, hoofdstuk 1, wordt ook een engel op de engelen beschreven. We hebben dat ook al eens eerder benoemd. Dat zij geen knieën hebben. Ze hebben rechte benen. Ze kunnen niet omkeren. Niet zoals wij. Niet zoals wij het lichaam hebben, zeg maar. Dus het zijn staande wezens. In Job 5 wordt dan weer beschreven dat een man, een mens, de mensheid, is geboren. Om te vechten, om voor problemen ook, om te groeien. Een man is dus ook, de mensheid is gemaakt om voor te gaan. Om daarin ook te vechten, om te kunnen groeien. Ook juist in de spirituele omgang met de Heere God. When a person struggles, labors to actualize himself spiritually, that's much, much greater than angels could ever be. Dus de engelen, zoals die beschreven worden in de Bijbel, zijn statische wezens. En de mensen zijn veel meer gefocust om te bewegen, maar ook om te vechten. En daardoor dus te groeien. We'll just note briefly that the most common word in the Bible for angel, malach, literally means messenger. En het woord wat vaak vertaald wordt als engel is malach in het Hebreeuws. En de betekenis daarvan is boodschapper. We can list many examples in which malach is indeed used in the sense of messenger. We don't have time to go into the details now, but they are in the source sheets. Er zijn er heel veel beschrijvingen in de Bijbel. We kunnen daar niet bij stilstaan gezien de tijd. Maar er wordt malach dus inderdaad vertaald als boodschapper. Now of course, using the same word makes a lot of sense. Because God sends the angels as messengers to the righteous. En het is natuurlijk heel natuurlijk, het is ook heel logisch, want God zendt natuurlijk boodschappen, schappers vanuit de hemel, zeg maar, naar de rechtvaardigen. But just consider, when you send someone as a messenger to someone else, it's pretty much presumed the person to whom you are sending the messenger is more important than the messenger. En het is natuurlijk zo van als jij een boodschap wil overbrengen door een boodschapper naar degene die hem zal ontvangen, dan is natuurlijk in jouw bezelfde beleving de ontvanger is veel belangrijker dan de boodschapper. You wouldn't send a king as a messenger to a commoner. You might well send a commoner as a messenger to a king. Je zal natuurlijk niet gebruik maken van een koning om aan een ondergeschikte een boodschap over te brengen. Maar je kan natuurlijk wel een ondergeschikte gebruiken om een boodschap te laten brengen aan de koning. So if the angels are God's messengers to the righteous, obviously the righteous are greater. Dus als God gebruik maakt van een boodschapper die om die een boodschap te brengen, laten brengen aan een rechtvaardige, dan is natuurlijk de rechtvaardige veel belangrijker dan de boodschapper. When a human being actualizes his spiritual potential, he can become not merely angelic, he can become godly. Dus als een menselijk wezen groeit in zijn relatie, zeg maar, en wakker is in zijn geestelijk wezen en daarin gaat groeien,
en rechtvaardig wordt, is hij natuurlijk veel belangrijker. En those dan lijkt hij natuurlijk ook meer op de Heere God. Sorry. Those are God's words in Genesis chapter 3, verse 22. Behold, man is become as one of us to know good and evil. That's a level that man can attain. Godliness through knowing good and evil and choosing the good. En dat zegt zelfs de Heere God in Genesis 3, waarin de Heere God ook zegt van, kijk, ze zijn als ons geworden, wetende goed en kwaad. So of course this brings us back to the basic question. What's so great about trying to imitate a level of angels? Why on Yom Kippur should we strive to be angel-like? Aren't we greater than angels? Dus dat brengt ons weer terug bij de vraag van waarom zullen we dan op Yom Kippur proberen om op engelen te lijken als de mens zelf wordt beschreven als meer dan engelen? And of course, inevitably, the answer here is that's a potential. But whether we actualize that potential or not, that is a much, much more difficult question to answer. Dus het gaat er eigenlijk om, het is een potentie van die dag. Maar hoe wij daarmee omgaan en hoe we daarop reageren, dat is natuurlijk weer een andere vraag. Unfortunately, human beings have a tendency to become distracted. Want zoals we allemaal weten, onze menselijke natuur leidt eigenlijk niet, heeft meer niet de potentie om op engelen te lijken, maar heeft meer een destructieve potentie. We maken en leren dat dingen kapot, zeg maar. You know, in this vein we get a very apt definition of what it means to be God-fearing. From Exodus chapter 9, a description of how the Egyptians reacted to Moses warning them about the seventh plague, the plague of deadly hail. En een antwoord hierop vinden we misschien een beetje beschreven van hoe iemand kan reageren als hij godvrezend zal worden in Exodus 9, als de zevende plaag wordt aangekondigd. Now in verse 19, Moses warns, therefore send, hasten in your cattle and all that you have in the field, for every man and beast that shall be found in the field and shall not be brought home, the hail shall come down upon them and they shall die. De plaag wordt beschreven in vers 19. Nu dan, laat uw kudde en alles wat gij op het veld hebt in veiligheid brengen. Op alle mensen, op al het vee die zich op het veld bevinden en niet thuisgehaald zijn, zal de hagel neervallen, zodat zij sterven. So we can well understand in verse 20 why he that feared the word of God among the servants of Pharaoh made his servants and his cattle flee into the houses. En dan zie je ook in vers 20 beschreven wie onder de dienaren van Farao het woord des Heeren vreesde, liet zijn knechten en zijn vee in de huizen een toevlucht zoeken. This isn't exactly a very lofty level of being God-fearing, is it? Dit is wel een heel een specifiek vers hoe je handelt als je God vreest. Moses has already warned about 6 plagues. And there have been 6 plagues. Now we're up to number 7. Maybe he's for real. Dus er zijn al 6 plagen geweest. En de mensen hebben dus misschien na die 6 plagen geleerd van, als Mozes nu wat gaat zeggen over een waarschuwing geeft over de 7e plaag, waarschijnlijk heeft hij gelijk en gaat hij dus wel komen. What seems unbelievable is that there could be anyone who wouldn't be concerned. En dan kun je ook afvragen, er is natuurlijk, iedereen zou eigenlijk hierop moeten reageren met die actie van, natuurlijk moet je hierom bevreesd worden. We read in verse 21. And he that regarded not the word of God. Maybe a more rigorous translation. He who put not his heart to the word of God. And maybe the basic way of understanding this is he who didn't pay attention. He who didn't pay attention to the word of God
left his servants and his cattle in the field. There are people who just don't pay attention. In vers 21 lezen we dus van, ik zal het eerst lezen, maar wie geen acht sloeg op het woord des Heeren, liet zijn knechten en zijn kudde op het veld achterblijven of blijven. Dus dat kan natuurlijk gaan over iemand die geen geloof hechtte aan Gods woorden. Die dacht het zal zo'n vaart niet lopen. Of er helemaal gewoon niet bij stond dat het kon gaan gebeuren. Er helemaal geen attentie op sloeg. This is always the challenge of life. Pay attention to what really matters. En dat is eigenlijk altijd de uitdaging van het leven. Door juist attent te zijn op de dingen en de zaken die er juist wel toe doen. Again, all too easily we become distracted and fail to pay attention to what really matters. What's so obvious if we would only think about it. En we worden allemaal zo snel afgeleid en weggetrokken van de dingen die er nou eigenlijk wel toe dienen. En waar we dan minder of geen attentie laten zien, zeg maar. Now this most immediately brings us right back to the manna. Because this was the message of the manna. En dat brengt ons terug ook met de boodschap van het manna. Want dat was eigenlijk de boodschap achter de manna. In particular in Deuteronomy chapter 8, verse 3. He afflicted you and suffered you to hunger and fed you with manna. When you had the manna, you weren't hungry. But you still weren't eating bread. Manna that you knew not. Nor did your fathers know that he might make you know that man does not live by bread only, but by everything that proceeds out of the mouth of God does man live. De gedachte achter het manna en de betekenis daarvan wordt beschreven in Deuteronomium 8 vers 3. Ja, hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten. Dat gij niet kendet en dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heeren uitgaat. You needed to go, as we saw in Deuteronomy chapter 29, 40 years without bread, in order to learn this lesson well. En het volk Israël moest 40 jaar de woestijn in om deze les heel goed te kunnen begrijpen. Well, we don't have manna. How are we supposed to learn this lesson? Maar wij hebben geen manna. Maar hoe kunnen wij deze les dan ook leren? We have Yom Kippur. Wij hebben Yom Kippur. I'll just note that in Psalm 139, verse 16, and this also is a verse that can be understood in many different ways, but in the translation that I'm using of the actual Hebrew, it would be days have been formed, and one of them is his, one of them is God's. That day is Yom Kippur. En we lezen dat ook in Psalm 139, vers 16. En Rabbi Chaim gebruikt hier een letterlijke vertaling van het Hebreeuws, die ook in onze trouwens niet zo naar voren komt. Bij mij staat er de dagen die formeerd zouden worden, toen nog geen dagen daarvan bestond. Maar hier wordt specifiek genoemd in het Hebreeuws een dag die apart gezet is voor de Heer, of die de Heere God heeft gemaakt. En die dag is letterlijk Yom Kippur. Then indeed, we can feel satiated, satisfied, not by bread, but by the closeness to God. En die ene dag zullen wij dan ervaren als hoe het is om dicht bij God te leven, hoe het is om dicht bij God te zijn. We aren't fasting in the literal sense of fasting as we encountered it in Zechariah. Wij vasten niet zo letterlijk zoals het genoemd is in Zacharias. There is an old saying, a Hasidic saying, that on Tisha B'Av, on the fast that commemorates the destruction of the temple, we don't eat or drink, because how can you eat and drink when the temple is in ruins?
En er is een oude chassidische uitdrukking met betrekking op de negende af, waar dan inderdaad wordt herdacht dat de vernietiging van de tempels heeft plaatsgevonden. Dan kun je ook haast niet eten en drinken, want je bent overstelpt door droefheid voor wat er is gebeurd. That's not what applies on Yom Kippur. On Yom Kippur, who can even think about eating and drinking? Who's hungry? Maar op Yom Kippur gaat dat helemaal niet van, is dat helemaal niet van toepassing, want je hebt geen honger, dus je hebt ook helemaal geen behoefte om te eten en te drinken. As we read in Psalm 63, in verse 6, my soul is satisfied, as if with choice foods and fatness, and my mouth praises you, God, with joyful lips. We're so involved in that connection with God, we feel the satisfaction, and we don't need the choice foods to feel that satisfaction, because the satisfaction comes directly from God's presence. Dus op Yom Kippur gaat het inderdaad om die aanwezigheid met de Heere God. En dat wordt beschreven ook in Psalm 63, vers 6. Als met vet en merg word ik verzadigd, mijn mond looft met jubelende lippen. Dus je bent zo nabij God en je richt je op God op Yom Kippur, vol vreugde ook in je hart door wat hij doet, dat je niet naar eten en drinken behoefte hebt, maar je wordt zo verzadigd door hem. So, once again, Yom Kippur helps to get us on track. It covers over the atonement, covers over whatever we've done that got us off course, off track, that got us distracted in the past, to enable us once again to focus on living in God's presence. So that is the deeper betekenis van Yom Kippur. Dat je verzadigd wordt door de Heere God. Maar ook dat inderdaad de verzoening is gedaan voor je zonden, voor je afwijken. Dat er vergeving is. En dat je verder kan met je leven. Dat je door kan gaan. We become angel-like for one day on Yom Kippur. Not so much as a goal, but as a means to reconnecting for what we do the rest of the year. Dus we lijken voor één dag een beetje op de engelen door niet te eten. En niet omdat dat een doel is, maar juist vanuit dat als vertrekpunt voor een heel nieuw jaar. And that brings me to one crucial closing thought that we need to add here. En dat brengt Rabbi Chaim tot een afsluitende gedachte die hij met ons wil gaan delen. You know, with respect to the verse that we saw in Psalm 139, days were formed and one of them is his, there are two parallel interpretations that we have in our tradition as to which day is his, which day is God's. Dus zoals, we gaan nog even terug naar Psalm 139 en de letterlijke vertaling, zoals die dan moet zijn van Eén van de dagen is zijn dag. De vraag is dan, welke is dan zijn dag? Welke dag wordt daarmee bedoeld? One interpretation we already noted is the one day that is God's is Yom Kippur. Eén dag hebben we natuurlijk al genoemd. Eén dag die voor de Heere God is, is Yom Kippur. The other interpretation is that one day that is God's refers to the holiest day in the biblical calendar. En de andere uitleg over wat die ene dag zal zijn, of welke ene dag daarmee bedoeld wordt, heeft betrekking op de meest heilige dag van de Bijbelse kalender. I'm deliberately saying it a little bit as a riddle, because I'm sure many people think holiest day in the biblical calendar, isn't that Yom Kippur? En hij zegt het een beetje als in een raadsel, want misschien zullen we denken van de meest heilige dag of de meeste belangrijke dag op de Bijbelse feesten, dat is toch Yom Kippur? And undoubtedly, as many of you know, the answer is no, it's not Yom Kippur. En zoals sommigen van ons misschien zullen weten, nee, dat is niet Yom Kippur. We saw that in Leviticus chapter 23, the punishment
for doing creative work on Yom Kippur is very severe. It is being cut off, a grievous spiritual punishment that is ordained in the Torah for specific, very severe sins. En de straf op het niet vieren van Yom Kippur, of je niet houden aan de instellingen van Yom Kippur, wordt ook beschreven in Leviticus 23. En het is een zware straf. Als je Yom Kippur niet houdt, niet viert, dan zul je afgesneden worden van het volk. Dat is een erg zware straf. Well, there is a day in which the punishment for doing creative work is even more severe. Maar er is een straf die nog zwaarder geldt, zeg maar, op het werken, als er gewerkt wordt op een dag dat het niet kan. If a person is forewarned by witnesses, the punishment for violating Shabbat, as we read it in Exodus chapter 35, verse 2, is the death penalty, capital punishment. Dus het overtreden van je niet houden op Yom Kippur is het afgesneden worden van Gods volk. Maar het niet houden van je Shabbat, dat wordt nog zwaarder gestraft, want daarop staat de doodstraf. Shabbat is more holy, more sacred than Yom Kippur. Shabbat is meer heiliger en meer speciaal dan Yom Kippur. Just to illustrate this in one additional arena, there are many days of the year in which we read the Torah publicly in the synagogue service. En zoals we weten wordt de Torah gelezen op specifieke hoogtijdagen ook publiek of openbaar in de synagoge. When we read the Torah on ordinary weekdays, we read 3 portions. Maar door de week worden er 3 porties gelezen in de synagoge van de Torah. On minor holidays, like the beginning of the month and the intermediate days of the festivals, we read 4. Maar op speciale hogere feestdagen, zoals de eerste dag van de maand, worden de 4 porties gelezen van de Torah. On major holidays, like the 3 pilgrimage festivals, and also Rosh Hashanah, we read 5 portions. Maar op de allerbelangrijkste feestdagen die genoemd worden in de Bijbel, en ook Rosh Hashanah, dus de 3 pelgrimsdagen, Pesach, Shavuot, Sukkot, en Rosh Hashanah, worden de 5 porties van de Torah gelezen. Yom Kippur is in a class by itself. On Yom Kippur, we read 6 portions. En Yom Kippur is een klasse op zichzelf. En dan lezen wij 6 porties van de Torah. Except, I should point out that every Shabbat we read 7. Maar toch is een uitzondering. Op de Shabbat lezen we de 7. Now I'm often asked, what does this mean? That you're reducing holiness to something that's routine every week? En hoe kan dat dan zo zijn dat je iets zegt van dit is heilig, dit is heel apart, dit is echt een apart gezet, zeg maar. Het heeft een bepaalde zwaarte, een bepaalde klasse. Als je het gewoon elke week doet. And of course my response is precisely making the routines of life holy is the greatest thing possible. Maar juist door de routine van het elke week, dat maakt ook dat je geestelijk kan groeien en dat maakt het ook zo ontzettend speciaal. But of course there's an additional consideration here that directly relates to what we've been discussing all along. En dat heeft natuurlijk een relatie met wat wij al heel vaak en nu ook weer behandelen. Yom Kippur is the day that we strive to be angel-like by separating ourselves from this world. En doordat wij op Yom Kippur een beetje de engelen nabootsen, zetten wij onszelf apart van deze wereld.
Shabbat is a day of eating, drinking, relief, pleasure. En Shabbat is juist een dag van eten, drinken, genieten, van rust. Yom Kippur, when we strive to be like angels, is means. It's preparation. It's getting over the distractions in order to focus on what we need to do. Yom Kippur staat veel meer in het teken van voorbereiding op het komende jaar, zeg maar ook het terugkijken en het afleggen van de dingen die niet goed zijn geweest in het afgelopen jaar. Dus het is, daar ga je ook mee aan de slag, maar daar ben je ook heel erg van bewust. But what we need to do is remember that everything that God gave us in this beautiful world, He gave us to enjoy. Not to cut ourselves off from this world. To enjoy this world, but enjoy this world as means to the end of coming home to Him. Dus als je dat wilt samenvatten, de Shabbat staat natuurlijk voor het eten en het drinken en het genieten ook van Gods aanwezigheid. Maar dat vergt natuurlijk voorbereiding. En dan moet je door die Yom Kippur heen. Dan kun je pas de echte Shabbat ingaan. En de volle betekenis daarvan is weer dat je door dit alles heen terug kan keren tot de Heere God. Let's make no mistake. There is great danger in our becoming distracted. Because when we're distracted, we are liable to focus on this world, not as means, but as an end in itself. Er is een groot gevaar in het afwijken, of het overtreden van God, zeg maar, of van zijn levensregels. En je gaat je focussen op deze wereld en alles wat daarin is. Ja, dan zul je misschien ook zo eindigen. Dan heb je de focus verkeerd. Everything God gave us in this world, we can use, if we use it in the right way, as means to holiness, as means to coming home to God. Alles wat God in dit leven geeft en op deze aarde is goed. En daar mogen we van genieten. Maar het is natuurlijk geen doel op zich. Je kan het gebruiken, en zo heeft God het ook bedoeld, om tot heiliging te komen. En om terug te keren naar Hemzelf. The moment we stop relating to it as means and make it into an end in itself, we're not serving God anymore. We're serving something else. Dus als wij wel genieten van de dingen die wij krijgen van de Heere God in dit leven en op deze aarde, maar als dat een doel op zich wordt, dan zijn we helemaal afgeweken en dan komt het dus ook niet goed. Dan zullen we daar ook eindigen. At its root, that's what paganism always is. Taking something that could be means to a godly end and making it into an end in itself. Dus alles wat aan God geeft, wordt dan op een hoger voetstuk geplaatst en het is dan in feite een afgod. En dat is natuurlijk, afgoderij is vreselijk. En dan word je, zeg maar, als de heidenen gelijk, dan glij je helemaal af. But you know, while that's a terrible danger, to cut ourselves off from this world is also dangerous. Because the moment we cut ourselves off from this world, we're not using it as means to come to God either. Maar als wij ons afsnijden van de wereld, en dat is het andere gevaar, als wij helemaal apart gaan staan en niet meer in deze wereld zullen zijn, zeg maar, en daar niet meer van zullen genieten, en je wordt afgesneden van deze wereld, dat is ook weer niet goed. Want dan beperk je jezelf ook en dan kun je niet groeien in je heiligheid en in het terugkeren naar de Heere God. Shabbat, the Sabbath, symbolizes precisely taking all of the delights of this world as means to coming to God. That is why we regard Shabbat as a foretaste of the world to come. De Shabbat is voor ons gegeven om te genieten van alle heerlijke dingen die God heeft gegeven. Om juist ook naar Hem toe te mogen groeien. Als een voorproefje van de heerlijke Shabbat die straks zal gaan komen. And so, it shouldn't come as any surprise to us
that the reading from the prophets on the morning of Yom Kippur, on the morning of the Day of Atonement, is Isaiah chapter 58. En het zal ons niet verbazen dat de dag, de morgen van Yom Kippur, wordt gelezen uit de profeten en wel uit Jesaja 58. Now, Isaiah chapter 58 opens in verse 6 in the emphasis upon what fasting should be, as opposed to what is described earlier in the chapter as what it shouldn't be. Is not this the fast that I have chosen? To loose the fetters of wickedness, to undo the bands of the yoke, to let the oppressed go free, and that you break every yoke. Dan lezen we in vers 6, is dit niet het vasten dat is verkies, de boeien der goddeloosheid losmaken, de banden van het juk te ontbinden. Is it not to deal your bread to the hungry, and that you bring the poor that are cast out to your house? When you see the naked, that you cover him, and you hide not yourself from your own flesh. En dan vers 7, is het niet dat gij voor de hongerige uw brood breekt, en arme zwervelingen in uw huis haalt? Ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt, en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed? Now of course this is, don't be distracted. Focus. The fast that God has chosen is our focusing upon doing what is right, doing what is godly, and spurning evil and wickedness. En hier wordt dus heel nadrukkelijk de focus ook goed uitgelegd van als er dan gevast moet worden, dit is het echte God, het vaste wat God behaagt. Hier moet onze focus op liggen, het goede te willen doen. Een navolger te zijn, willen zijn van de Heere God in al onze werken. En ons af te keren van goddeloosheid en van slechte dingen. But the culmination of the progression, verses 13 and 14. That culmination is no longer talking about the fast day. Rather, if you turn away your foot because of the Sabbath, from pursuing your business on my holy day, and call the Sabbath a delight, and the holy of God honorable, and honor it, not doing your wanted ways, nor pursuing your business, nor speaking thereof. It's all about the Sabbath. En dan lezen we in vers 13 nog weer staan over de Shabbat, die wordt daar ook genoemd. Indien gij niet over de Shabbat heen loopt, door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de Shabbat een verluchtiging noemt, de heilige dag des Heren van gewicht, en die eert door nog uw gewone bezigheden te doen, nog uw zaken te behartigen. Then, in short, you delight yourself in God. That delight is something that is far, far greater than mere physical indulgence, but it certainly isn't any act of denial. You're delighting in all of the gifts of this world, the spirituality that comes of them in bonding with God. Vers 14 wordt dan ook nog even beschreven. Dan zult gij u verlustigen in de Heere. En dat verlustigen van de Heere, daar gaat het nu om. Dat dat je totale verzadiging ook zal zijn, juist op de Shabbat. De aanwezigheid van de Heere God, het thuiskomen in hem. Dan ben je compleet en dan vind je alles. The hour is late and we need to conclude. And I'd like to just conclude with two bottom lines. En we zijn al een beetje laat en het is alweer een beetje uitgelopen. Rabbi Chaim wil graag eindigen met twee conclusies. The first is the last line in the synagogues at the end of Yom Kippur. It is taken from the first book of Kings, chapter 18, verse 39. En dit eerste gaan we even lezen. Dat wordt op het einde van Yom Kippur gelezen. Dat is 1 Koningen 18, vers 39.
we call out, really we yell out at the top of our lungs with all our might, in the Hebrew, referring to God's holy name, God is the only God. The Lord, He is God. The Lord, He is God. As Israel called out on Mount Carmel after the fire descended from heaven to consume Elijah's offering. En dit wordt ook inderdaad zo gelezen in de synagoge. Iedereen doet er ook aan mee dat het wordt echt ook uitgeschreeuwd naar de Heere God. Wij lezen dat in vers 39. Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich voor hun aangezicht en zeiden: De Heere, die is God. De Heere, die is God. So of course, on the one hand, that is the bottom line of Yom Kippur. Recognizing that everything is means to God, recognizing then that God is supreme, sovereign over it all. Dus dat is de bottom line, zeg maar, van Yom Kippur. De ultieme conclusie ook. De Heer is God. De Heer is God. Hij is voorzienend. Hij geeft die verzoening. Hij is alles wat wij ook nodig hebben en waar wij gericht op moeten zijn. But there's another more bottom line. Maar er is er nog één. It's not something that we declare, but it is a verse, Ecclesiastes chapter 9, verse 7, that by our tradition, God says to us at the end of Yom Kippur. En dit is iets niet dat wij heel erg hardop proclameren, zeg maar. Maar het is ook een vers wat gelezen wordt op Yom Kippur, op het eind. So again, we say to God, God is God, is the Lord. God is the Lord. There is none else. God says to us, go your way, eat your bread with joy, and drink your wine with a merry heart. For God has already accepted your works. En dit is een mooi einde van Yom Kippur. Het volk heeft dan gezegd van, Heer, u bent God en u bent God alleen. En de enige. En dan zegt de God door deze woorden heen tot het volk. Prediker 9, vers 7. Welaan dan, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart. Want als gij dit doet, dan heeft God dit reeds lang zo gewild. We only try to be angel-like one day a year. Dus we proberen op engelen te lijken, maar één dag in het jaar. Again, to atone, to cover up everything that's gotten in the way, everything that's gotten us distracted, everything that got us off course in the meantime. En juist om alles weg te doen, om ons bewust te zijn, om weg te doen, af te dekken, om te vergeten. Alles wat wij hebben misdaan aan de Heere God, wat ons heeft weggetrokken van Hem, dat is ook te belijden. Once we're back on course, then, after Yom Kippur, we start getting ready to celebrate another holiday. The holiday of Tabernacles, Sukkot. Mm. En na die verzoening, na deze grote verzoendag, op het eind daarvan, dan gaan we natuurlijk weer verder met feest vieren. Dan kan dat ook. En dan gaan we ons voorbereiden en feest vieren met Sukkot, het Loofhuttenfeest. And more generally, we recognize that after that one day of preparation, that is Yom Kippur, we are ready to plunge into the challenges of the rest of the year. All the other days of the year, when we strive to reach a level that isn't angel-like, that's much, much higher than that, to be a godly human being. Dus als we één dag hebben gehad waarop we op een engel lijken, en dat we een engel imiteren, is dat om ons voor te bereiden op al die andere dagen van het volgende jaar wat zal komen, om daar ook in te springen, ook op die uitdaging van de Heere God, om juist op Hem te gaan lijken, om een goddelijk wezen te zijn, zoals Hij het heeft bedoeld. The gift that God gives us by making us human beings who have
the potential, the opportunity to make our lives godly is by far the most precious gift of all. Much, much more precious than merely being angel-like. Dus de gave en de gift die God de mensheid geeft door juist mens te zijn en door dit proces heen te gaan, één dag op een engel te lijken, bereidt de mens voor om de rest van het jaar goddelijk te mogen zijn of daar ook in te groeien zoals hij ons bedoeld heeft. Becoming a godly human being is of course the greatest blessing of all. Om juist een goddelijk mens te mogen zijn, dat is de grootste zegen die God een mens geeft. God bless you. And once again, goed en zoet nieuw jaar. God zegent jullie allemaal en opnieuw een goed en een zoet nieuw jaar.